Vandaag ga ik jullie uitleggen over de waarom-vraag. Hè. Dat is vaak een vraag waarvan veel ouders in een psychose raken. Omdat de waarom-vraag komt altijd uit op waarom, uiteindelijk van waarom is er leven. Hè? Van waarom dit of dat. En dan vertel je, nou ja, daarom. En dan, ja, maar waarom dat dan? Hè? En dan, nou ja, dan komt daar weer een antwoord op. En dan, ja, maar waarom dat dan? En op een gegeven moment raak je dus in een soort van ding dat je denkt, ja, waar heb je het over? Ik doe bijvoorbeeld ook dingen. En sommige mensen vragen wel eens, waarom doe je het? Bijvoorbeeld een vlog. Hè? Waarom doe je dat vlog? Nou, daar kan ik allemaal redenen verzinnen. Hè? Maar dat doe ik liever niet. Want dat is nooit waarom ik het doe. Hè? In feite, als je goed kijkt waarom ik dat doe, dat is eigenlijk niet echt een reden voor, hè? Stel bijvoorbeeld dat je zegt van ik doe het omdat ik toch in de auto zit bijvoorbeeld. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen van dan kan je dus ook andere dingen doen terwijl je in de auto zit. Dus dat is eigenlijk nooit een goede reden. Eigenlijk vind ik dus dat eigenlijk alles wat je als reden noemt is geen goede reden. Dus als iemand naar je toe komt en vraagt, waarom doe je dat? Dan zeg je vanaf nu, gewoon, ik doe het gewoon. Waarom ben je met haar getrouwd? Gewoon. Waarom heb je ontslag genomen? Gewoon. En ik denk dat als je dat meeneemt in je leven en op elke waarom-vraag zeg je gewoon, dat je dan het best en trouw blijft bij hoe het echt is, hè? Want in feite, je kan wel denken dat er allerlei redenen zijn waarom je dingen doet. Maar ja, die zijn dus allemaal verzonnen. Like en abonneren. Op YouTube het blauwe duimpje omhoog. En op Facebook het duimpje. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneren. En waarom? Gewoon abonneren.